Look at them glasses. What are those? Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Deze week doen we het ietsje anders. Normaal komt op zondag mijn weekvlog online en er komt op zondag alsnog een vlog online deze week. Maar, as we speak, is het dinsdagavond de 11e. Ga ik morgenochtend vroeg naar Spanje om mijn clip op te nemen met Mr. Polska. En het leek me gewoon leuk om daarvan een aparte video te maken. Dus upload ik de eerste helft van de weekvlog nu. En dan zien jullie zondag de andere helft van de weekvlog dat ik dus mijn clip aan het opnemen ben. Wordt super leuk. Ik hoop dat jullie van deze vlog gaan genieten. En ja... veel plezier. Doei. Of niet doei, want er komen nu meer beelden. Oké, stop maar met praten, Teske. Hallo, het is zaterdag. Ik ga eventjes naar buiten. Het is namelijk 25 graden buiten. Dat is echt bizar. Opeens super warm. En ik dacht, ik ga op het terrasje zitten. Ik ga naar bagels. En normaal als ik naar bagels ga, ga ik altijd werken. En eigenlijk zit ik nooit voor, zeg maar, voor in mijn eentje, voor mezelf op een terrasje. Dat komt niet zo heel vaak voor. Meestal ga je dan toch met vrienden of vriendinnen. En wanneer ik dan alleen zit, dan zit ik bijna altijd te werken. Maar ik dacht, laat ik een boek meenemen. En gewoon gaan zitten lezen. Gewoon om deze zaterdag een beetje ontspannen door te brengen. Ik ga vanavond ook naar de Beauty Gloss Party. Dan ga ik nog een beetje krullen en zo. Maar voor nu is het wel oké. Beetje make-up op en dan gaan we naar bagels. En ik ben weer terug. Ik voel me echt vet intellectueel. Zo met een boek in mijn hand. Maar in werkelijkheid past die gewoon niet in mijn tas. Zo, op naar de Beauty Gloss Party. Sorry Masje, ik heb me niet aan de kleurcode gehouden. Het thema is pastel. Maar ik heb echt bijna niks. Ik heb echt volgens mij niks gewoon in mijn kast pastel. Dus het is gewoon dit geworden. Ik doe er mijn blokhakken bij aan. En dan is dit de outfit. Het is nog steeds heel warm buiten. Dus ik doe denk ik geen jas aan. Dit is waarom ik van Vera hou. You ready baby? Born ready. Nou, daar zijn we. Straks gaan Manuel en Geza draaien. Hopelijk wordt het dan een dikke party hier zo rond het podium. Vera doet net een dansmove. En Saskia is er. Binnenbaar omdat chillen. Oh, het is blijkbaar niet. Heb ik nog een ijsje gehaald? Oh, Vera is zo mooi aan het dansen. I love this. Zo, ik ben alweer even terug van de Beauty Gloss Party. Het was echt weer heel leuk, heel gezellig. Vaak zijn er dan ook veel andere YouTubers en bloggers die ik dan gezellig weer kan meeten. We hebben nog lekker gedanst en nu weer lekker thuis. En nu even wachten totdat Mert thuis komt. Ik heb hem gemist, dus ik heb er zin in. Mert is terug! Yeah! Yeah! En nu gaan we naar een plek waar ik deze week echt nog helemaal niet geweest ben. Bagels. We gaan naar Bagels Beans. Daar lekker chillen. Ik heb een maxi jurk aan. Wat vinden jullie van mijn nieuwe sokken? Dit zijn Mert's nieuwe sokken. Ik heb maat 49 gekocht per ongeluk. Ik ben vergeten naar de maat te kijken. En wat voor maat schoen heb je eigenlijk? 42. 7 maten te groot. Ik wist geen eens dat er mensen bestonden met maat 49 schoenen. Ja, maar maat 50. Dat zijn wel echt grote voeten. We hebben eigenlijk de hele dag gewoon lekker gechilled bij bagels en toen thuis en boodschappen gedaan, dat soort dingen. En nu hebben we net besloten dat we naar de bioscoop gaan. Ik heb trouwens een nieuwe trui aan. I love you more than Kanye likes Kanye. We gaan naar de film Trumba. Trumba? Heet die Trumba, Mert? Trumbo. Het is met Bryan Cranston, gaat over een hele bekende scenario schrijver. Ik heb het trailer gekeken, maar ik kan het niet zo duidelijk navertellen. Maar ik vertel je straks wat ik ervan vond. Zo bizar, het is echt gewoon nog warm buiten. Ik zit echt zo hier met een trui. No big deal, Mert heeft helemaal een jas aangetrokken. Had helemaal niet gehoeven, ik zie mensen gewoon nog met korte mouwen rondlopen. En we zijn weer thuis van de film. Hij duurde wel echt fucking lang, echt 2,5 uur. En dat vind ik niet zo heel erg, ik hou van lange films. Ik kon niet constant mijn aandacht er heel goed bij houden. Maar over het algemeen gezien vond ik het wel heel tof. Echt wel een hele interessante film vooral. Hij ging dus over het feit dat na de Tweede Wereldoorlog werden sommige communistische scenario schrijvers mochten niet meer werken voor filmmakers. Dus vanwege hun politieke voorkeur mochten ze niet meer doen, zeg maar hun werk doen. En daar ging de film over. Dus dat was wel heel interessant. Niet eentje die ik nog een keer zou kijken, maar wel gewoon, ik heb genoten. Goede acteurs, goed script. Interesting. Interessant drama. Nu lekker slapen, want het is al bijna 1 uur. Maandag ochtend. Het is weer echt super lekker weer. En het is tijd voor een ontbijtje. Kijk, deze bloemen kreeg gisteren bij de bioscoop. Vanwege moederdag. Niet dat ik een moeder ben, maar toch lief. Z-colored Nike. Really? Yeah. Oh,
Ik vlog even een stukje met mijn iPhone, want we gaan zo de camera's gebruiken voor de milkshake vlog. We gaan een lekker milkshake vlog opnemen. Wat ben je aan het doen? Aan het vloggen. Oh, aan het vloggen? Met je telefoon? Ja, want we gaan toch mijn cam gebruiken. Oh ja. Welkom weer bij een nieuwe vlog van Teske. Het is vandaag maandag en de week begint fris. En we gaan deze week heel veel snoep eten. Nee. Nee, we hebben gecheat de afgelopen week. Tenminste, ik heb gecheat. Ik heb helemaal niet beetje gecheat. Te veel. Wel. De zon schijnt echt weer super lekker, dus we gaan zo opnemen. En we hebben de slaapkamervloer opgeruimd en gestopzuigd. Yay! Dit is mijn outfit, by the way. Dit is een nieuw shirtje van Forever 21. En mijn Lovie's broek en mijn Ash schoenen. Kijk, je zag het net niet zo goed, maar het heeft dus echt zo'n heel mooi, tof patroontje. Like it. Ja, ze zijn bezig met de milkshake vlog. We zijn bijna klaar. Milkshakes zijn op. Als je niet weet waar ik het over heb als ik zeg milkshake vlog. Mert maakt milkshake vlogs. Deed hij vroeger al heel veel en nu is hij weer mee begonnen op het kanaal Fun. Dus youtube.com/fun. F-U-N. En we zijn weer thuis. Ik heb deze rot lipstick van mijn lippen afgehaald. Serieus. Ik had dus echt weer voor het eerst sinds een hele lange tijd weer lipstick op. Sleek, Matte Me. En ik wist toen ik hem opdeed, er was iets met deze lipstick wat ik niet zo chill vond. Nou, ik ben erachter gekomen. Sowieso, mijn hele handen zitten helemaal onder. Hij vlekt als een malle. Als die dan een klein beetje vlekt, dan krijg je er bijna niet meer vanaf. Maar ja, en ik heb niet altijd make-up remover bij me als ik gewoon de deur uit ga. En dan begint dus na een tijdje begint hij echt zo korrelig te worden. Begint hij zich op te hopen in de zijkantjes en zo. Waardoor je dus allemaal van die viezige stukjes zo op je lippen hebt zitten. En je voelt ze ook zitten. Echt niet chill. Dus ik heb hem echt, zodra ik thuis kom, heb ik hem geprobeerd eraf te halen. Maar dit is voor hoever het lukte. Hij vlekt echt als een malle. Dus ik zou hem niet kopen als ik jou was. Sleek, Matte Me. Don't buy it. Wow, looking nice, looking good, looking nice, yeah. Ooh, wortels. Yeah, this is happening. Yes, yes, zoveel zin in, oh mijn god. Yay, samen op 3FM. Love it. Ik weet niet hoor, maar dit blijft zo bijzonder. Ik bedoel, ik heb dit liedje nu al zo vaak gehoord. Gewoon omdat ik hem zelf draai. Maar nu is het op de radio en nu horen zoveel mensen horen het. Onderweg naar huis of gewoon in de woonkamer. Dat is echt bizar. Thank you! Merk. Oh ja! Merk. Oh, ik wil mijn shirt bijten, maar ik weet het met schoenen. What the fuck? Oké, we hebben een probleem. Besef. Kunnen wij dit samen? Oké, we hebben een probleem. Besef jij hoe laat het is? Besef je dat het 2:30 s'nachts is? Nee. En besef je niet hoe laat het is? En dat jij morgen om 9:00 moet sporten en ik om 10:00. Zullen we wisselen? Nee. Ja, nee, je vroeg het net ook al. Ik ga niet alsjeblieft. Om... Alsjeblieft. Nee, ik ga om 10:00. Nee, wacht. Mensen, ik ga alsjeblieft op het duimpje omhoog als Tess om 10:00 moet en ik om 9:00. Nee, andersom. Je moet nu stoppen met editen. I know you love your job, maar we moeten nu gaan slapen. Hey, in die tijd dat je me zit af te leiden met je vlog had ik kunnen editen. Hey, in die tijd dat jij zit te vloggen had, dat jij het te editen hadden wij kunnen slapen. Ik ga slapen. Fuck slapen. Oh Mert, oh, ik heb echt een vervelende mededeling. Wat? We moeten het hele bed nog opmaken. Fuck ja, Tess. Ja, wat? Jij zit de hele avond filmpjes te kijken. Hipster, cool. Look at my glasses. Look at my glasses. Fashion hipster. Cool. Cool. New York. Madrid. Milan. Fashion. Look at them glasses. What a no. Zeg maar, ons probleem van elke avond volgens mij dat wij gewoon... We hebben gewoon geen zin om te gaan slapen. Vera, als je dit kijkt. Ik weet het, je zegt elke keer tegen mij van hoe kan het dat jullie elke keer zo laat gaan... Nee, meisje. Dat jullie elke keer zo laat gaan slapen. Of gewoon omdat we geen zin hebben om te slapen. Nee, ik hou echt niet van slapen. Oh. Serieus niet. Ik zie er gewoon tegenop. Ik kijk er tegenop. Ja. Ik zie er tegenop. Oké, even normaal. Gaan slapen. Nee, ik tolereer nee, dit niet. Nee, sluit de vorige alsjeblieft niet af. Zo gezellig met deze mensen. Het lijkt net alsof het drugs op hebben. Maar dat is echt niet zo. Dit is echt gewoon... wat is onze avond geweest? Wortels. Courgette heb ik gegeten. Vegetarische kip. Heb je... Oh,
Wat voor shit zat je uit mijn currysaus te jatten? Weet ik veel. Dat was vegetarisch kip. Zeg maar vegetarisch. Dit is ook alleen maar voor haar imago. Ik weet waarom we zo wakker zijn. Die gast heeft tering veel koffie. Die koffie was toch super sterk van vanmiddag? Maar ik ben echt, ik drink heel veel koffie, maar ik weet wel waarom jij zo wakker bent door de koffie. En ik ben gewoon wakker doordat ik een love you. Voortaan gaat deze vlog verder met Mert in de hoofdrol. Voortaan gaat deze vlog verder met mij in de hoofdrol. Love you forever. Het is mooi geweest. Ik had een goede tijd met jullie, maar nu is het tijd voor iemand anders. Veel plezier met Mert. Probeer me nu maar even bijna 300.000 vrouwen tevreden te houden. Hey, dit is echt fucking grappig. Ik ga vanaf nu vlog ik zo. Hallo mensen van Tuske. Oké, nee, hebben we wel het. Oké, ik sluit hem ook af. Hey, het is dinsdag. Ik ga sporten. Thumbs up voor de Fit Girl Life. Oh. Ik ben alweer een tijdje terug van de sportschool. Ik was wel echt helemaal kapot. Joost heeft me echt afgemaakt deze keer. Tada, ontbijtje. Oh. Ik kwam er net achter dat samen 100.000 streams heeft gehaald op Spotify binnen... Wat voor dag is vandaag? Dinsdag. Binnen 4-5 dagen. Ik weet niet hoe up-to-date Spotify is met hun streams. Oh, zo vet. Zo vet al. Dat is echt veel, jongens. Thanks. Ik ga eventjes naar de winkel, naar de supermarkt om wat spulletjes te halen. Zoals kleine 100 ml flesjes. Ik ga alleen maar handbagage meenemen in het vliegtuig. Maar ik moet dus wel van die flesjes hebben, zodat ik mijn shampoo daarin kan doen. Dus dat ga ik nu even kopen. Zo, ik heb wat spulletjes gehaald die ik nodig misschien ga hebben. Zoals een kleine tandpasta, tandenworstel. Hier gaat dan mijn shampoo in. En een kleine douchegel. Reinigingsstukjes. It's all good. Ik ben alweer een hele tijd thuis en ik heb net broccoli soep gemaakt. Die gaan we nu lekker opeten. Love soep. Kijk, yummy. Met een beetje yoghurt erin en pijnboompitjes. En ik heb ook nog kleine blokjes witte kaas in zitten. Kijk. Yum. Nou, lieve mensen, mijn koffer is zo goed als ingepakt. Ik ga hier de vlog afsluiten. De volgende video die jullie van mij zien is dat ik in Spanje ben. Of er naartoe ga in ieder geval. Voor nu heel erg bedankt voor het kijken. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie dit gewoon een goede oplossing vonden. Zo de weekvlog in twee gesplit. Nu snel deze vlog editen. Ik had eigenlijk al naar bed moeten gaan. Maar goed, ik wist al dat dat niet ging gebeuren. Film met je hand mijn hartje aan, zodat we samen een heel hartje kunnen maken. Love you guys. En ik zie jullie snel weer. Bye.